Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Technico. We can hear it calling to our hearts. Something loud and clear. Begging us to run. Light another fire, let us sing. The sun comes up, till the sun comes up. We'll remember who we are. When the sun comes up, when the sun comes up, when the sun comes up. Goedenavond allemaal. Er komt steeds meer leven in de brouwerij hier op de paddock van het TT-circuit richting die 87e TT van komende zondag. Morgen zijn we met een vers TT-journaal met actuele beelden. Maar vandaag gaan we het hebben over Jack Middelburg, oftewel Jumping Jack. Hij was onnavolgbaar en gas geven was het enige wat telde voor hem. In 1980 won hij nog de koningsklasse hier op de TT, maar 4 jaar later kwam hij om het leven op het stratencircuit van Tolbert. Een groot gemis voor de sport. He must be feeling absolutely on top of the world. Does his victory lap at Silverstone. Kenny Roberts, the reigning world champion in second place, who said he was going to ride for a win and who just failed to make it. Third on the Suzuki, Randy Mamola. Coureur Jack Middelburg is overleden. Hij is vandaag in het Academisch Ziekenhuis in Groningen bezweken aan de gevolgen van een zware val tijdens een stratenrace in het Groningse Tolbert afgelopen zondag. Tot op de dag van vandaag een gemis. En dat durf ik echt te zeggen. En niet omdat Jack een begenadigd motorcoureur was. Maar gewoon om de mens Jack Middelburg. Die wordt gewoon gemist. Hij wordt gewoon gemist. Het gekke veentje. En dat je dan een ster als Jack kwijtraakt. En dat hij in zijn harnas sterft. Dat had toenertijd een impact op het Nederlands publiek. Dat was enorm. De drive die hij in zich had om eerste te worden, ja, die was enorm. Hij is niet zo oud geworden, maar hij heeft wel 80 jaar geleefd. Dat weet ik zeker. My name is Jack and I live in the back of the Greta Garbo home. With friends I will remember wherever I may roam. Jack Middelburg wordt op 30 april 1952 in Naaldwijk geboren. Al snel wordt duidelijk dat snelheid hem in de genen zit. Al van jongs af aan zit Middelburg te prutsen met motoren. Hij maakte met een vriend, met Aad Voskamp, maakte ze gewoon een of ander motortje op een soort zeepkist, om het dan zomaar te zeggen. En dat ding wilde nooit lopen, dat wilde nooit lopen. En toen op een gegeven moment wilde dat ding wel lopen. En dat ding stond op een erf geparkeerd. Met zijn neus zeg maar naar de weg toe. En dat is hierachter op de Opstalweg. Daar woonden die mensen toen. En op een gegeven moment zat er weer een ruk aan dat ding te geven. Of een trap tegen dat ding te geven. Dat ding slaat aan. En Middelburg zit op de bokkie. En dat ding dat gaat er vandoor. Met een noodgang. En die komt aan de overkant tegen een beschoeiing van de Joodse begraafplaats. Als stilstand. Ja, Jack was altijd met dat soort grappen in de weer. En altijd, als het maar een motortje had en wielen had. En ja, dan, want hij kon, met een auto kon hij natuurlijk ook goed uit de voeten. Middelburg groeit op tussen de kassen in het Westland. Later zal hij er ook werken. Racen en motorracen in het bijzonder worden een passie. Vriend en later manager Hans Valstar weet het als geen ander. En dan gingen we gewoon met 3 motorfietsen over de weg naar het circuit. Bij de NMB allemaal van die stratenraces. En dan werden de koplampen eruit geschroefd. En dan werden de achterlichtjes eraf gehaald. En de nummerplaatjes werden verwijderd. En er kwamen startnummertjes op en Middelburg ging racen. En Middelburg was klaar met racen, hopende dat hij niet viel. Want dan konden we weer rijden met 3 motorfietsen terug naar huis. En dat is eigenlijk een beetje zoals het begonnen is. In Adrie van der Broeke wordt de perfecte monteur gevonden.
Van der Broeke zit nog steeds in de handel. In het Zeeuwse Middelburg heeft hij een scooter annex motorzaak. Dat hij monteur wordt, had in het begin wel enig voeten in de aarde. Jack was natuurlijk een grote jongen. Een beetje te spels in het begin. De eerste drie trainingen dat we voordat de eerste wedstrijd in de tunnel, dat ik mee ben geweest, dan viel die eraf. En we hebben toen dadelijk afspraken gemaakt van we willen niet iedere keer een motorfiets recht timmeren, we willen prestaties zien. En dat hebben we moeite gekost en ja, daar zijn we nu van uitgekomen. De snelheid zat er gewoon in, want of je nou in de auto zat op de openbare weg of hij zat op de motor voor een race, het moest allemaal zo hard mogelijk. Dat is gewoon, ik herken daar wel iets van. Dat je dus zodra je rijdt en beweegt, dan wil je zo snel mogelijk. En dat had Jack heel erg. Middelburg krijgt één zoon, Jackie. En die heeft nog warme herinneringen aan zijn vader. Hij reed natuurlijk altijd hard. Ook met de auto. En dat was eigenlijk, denk ik, wel een van de meest karakteristieke dingen van hem. Als hij kwam aanrijden, dan was het altijd met een soort show. En zo ging hij meestal ook gewoon weer weg. En iedereen die wist wanneer hij kwam en wanneer hij wegging, zeg maar. Juist door die rijstijl en verder een gewone jongen zijn, levert Middelburg veel fans op. Ook nu nog. Ja, als hij in een training bijvoorbeeld al onderuit ging, hè, dan werd hij ook wel eens gewaarschuwd. Van, nou, kijk nog een beetje uit wat je doet. Maar vervolgens stappen op de reservemotor. Ja, en hij ging nog veel harder. Ja, het was een qua jongen eerste klas. Maar ook een jongen die, waar je niet boos op kon worden. Ook aan alles wat hij verkeerd deed, dan toch altijd dat die blik van hem. Je kent me toch. Sportmannen harde nieren. En soms, ja, ik noem hem eigenlijk Jumping Jack. Hè, dat is een bekende naam. Hij heeft geloof ik alles gebroken wat hij kon breken, maar hij sprong er weer gewoon op alsof ja, hij had er plezier in. Je kon zien dat hij genoot van snelheid. Middelburg rijdt veel in het noorden, ook hier in Tolbert. En stevast wordt een bezoek gebracht aan zijspancoureur en kroegbaas Jaap Geerts. En die herinnert zich een andere kant van Jack, als er een gehandicapte jongen in zijn zaak zit. Ik zeg, god Jack, ik heb er heel veel plezier in. Hij doet wat aan. Ik zeg, dan moet je met een standtafel lopen. Dat zit de allergrootste fan van jou, Henry. Ik zei, en daar doet die jongen zo veel plezier mee. Nou, en Jack ging er zonder slag of stoot, ging iedereen. Nou, hij heeft al een uur lang met Henry zitten praten. Henry die vulde ook met de kabel. Hij zei, Jack aan de kick. Nou, dat was ongelooflijk. Dat maakte gewoon indruk. Nou, hij had een uur met hem zitten praten. Toen liep Jack naar de auto toe. En alles wat hij bij zich had, aan t-shirtjes en petjes en foto's met handtekeningen af. Alles kreeg Henry. Nou, Henry heeft de dag van zijn leven gehad. Jack Middelburg, hij neemt altijd veel risico en het levert de nodige valpartijen op. De bijnaam wordt dan ook Jumping Jack Middelburg. Daar komt Middelburg binnen door, nu naast elkaar. Dit is gewaagd, zeer gewaagd, maar daar schrikt Jumping Jack Middelburg niet van. Oeh, zoveel haast heeft dat hij er daar bijna afging en nu helemaal afgaat. In deze sport wil je helemaal aan de top zijn en hij zat er heel dicht tegenaan. Dan moet je ook kunnen rekenen en dan moet je ook kunnen calculeren en dan moet je ook kunnen kijken hoe zo'n wedstrijd verloopt. Maar als Jack op een motorfiets stapte, dan was er maar één ding, gassen en winnen. En dan nam hij ook alle risico's en dat was wel het eigene aan Jack. Ik heb een noordmotorrenner in mijn leven meegemaakt die zo'n karakter en zo'n mentaliteit had. Als hij gewoon in zijn vrije tijd was, dan was zo'n vredelijke, aardige, lieve man. En ook een heel zachtaardige man. Maar als je gauw ziet de helm op te zetten, dan was het net of hij een knapje op zijn buik omdraaide. En dan kon je de hele Jack Middelburg niet meer hebben. Dan was er een sloper. Naast het motorracen heeft Jack een volledige baan. Uiteraard in de glastuinbouw. Die kwam zaterdags of zondagsavonds kwam die thuis van het racen. En die moest maandagsmorgens om 4 uur of om 5 uur zijn mandje weer uit. Want dan moest hij als een speer de kassen op. En dan moest hij groter gaan smeren en gaan beglazen, zoals wij dat noemen. Dat is ruiten op kassen leggen. En ja, dat was zijn werk en zijn bron van inkomsten. Nou, en dan vrijdagsmiddags werd er in alle heil werd alles weer een beetje op orde gebracht. Om zaterdags weer naar de training te kunnen gaan. Om zondags te kunnen racen. Is
eerste start. Slecht wegkomen van Jack Middelburg. Maar dat wisten we. Het is heel slecht. En een verschrikkelijke snelle start. En dat leek Randy Mamola te zijn met Kenny Roberts. Kenny Roberts, de Amerikaan achter Randy Mamola, pakt de leiding. Heel erg knap. Heel erg slecht gestart voor Jack Middelburg. Hij kon met het been niet meekomen. We zaten bij Jaap Geerts en we zaten wat te drinken, want dat was ook een klein beetje standaard. We gingen dan, als alles klaar was, nou, dan gingen we, weet ik veel, om 8 uur of zo, of 8:30. Ja, iedereen zat daar natuurlijk, want dat was natuurlijk the place to be. Nou, dan gingen we daar even naartoe, een colaatje drinken en een bak koffie en even een praatje maken, nog een geintje en een grappie. En toen hadden we een serieus moment en dan zaten ze even te kletsen en hij zei, Lange, zei hij altijd, Lange, hij zei, wat denk je daar nou van? Morgen? Ik zei, ja, Jack, wat moet ik ervan denken? Ik zeg, gewoon een fijne wedstrijd van maken. Ik zeg, ja, wat kan ik er meer aan doen? Ik zeg, wat ben eigenlijk dat de ding het goed blijft doen? Ik zeg, dan is klaar. Hij zei, zal ik je nou eens wat vertellen? Ik zeg, vertel je nou eens. Hij zei, ik denk dat ik hem morgen ga winnen. Ik zeg, Jack, dit ga ik nooit tegen niemand vertellen. Ik zeg, maar echt nooit tegen niemand. Hij zei, nee, hij zei, maar ik heb een soort gevoel. Hij zegt, het ging zo lekker, het ding loopt zo goed. Hij zegt, en als het weer een beetje meewerkt, hij zegt, dan ben ik in ieder geval niet kansloos. Laten we het dan zo zeggen. Ik zeg, nou, dat klinkt al een stuk beter. Ik dacht erop, wint hij. Alles ging aan goed. En daar moet wel voorzichtig zijn. In de training ging alles perfect. En ja, je bent voor 100% bezig. En alles doe je voor niks. Alles controleer je voor niks. Ik heb die motorfiets wel 100 keer geprobeerd te starten. Van, hij moest het doen de andere dag, want natuurlijk de jubileum TT. 50e TT en dan snel trainingstijd, daar kun je niet van achteraan starten, dus hij moest het gewoon doen. En ja, zijn beengesteldheid was gewoon zwak en ja, dat was onze enige zorg. Van, als hij hem op zit en we rijden, dan lukt het wel. Mamel op een tweede plaats, kijkt u naar buiten driften en daar is in de aanval Middelburg. Middelburg voorbij Mamela. Mamela voorbij Middelburg en het is Middelburg aan de leiding. Werkelijk fabuleus. Jack Middelburg, de pechvogel aan de leiding. Assen, ja, had ik ook een goede keuze gemaakt wat betreft hoe hij op de start kwam te staan. Met half nat weerbanden. En, ja, Adrie van den Broeke, natuurlijk een echte zeeuw natuurlijk. Die, ja, die werkt op het land, dus die kijkt naar de lucht wat voor weer het gaat worden. En, ja, daar heeft hij feeling voor, want dat is in principe zijn werk. En ze hebben goed gegokt in Assen en dat ging heel erg goed. En ja. Dat is natuurlijk heel mooi natuurlijk, maar kijk, om het zo te kunnen doen. Ik zei tegen Jack, de laatste 3 minuten voor de start, slikst erin. Ik denk, ja, ben gek. Maar ja, slikst erin. We gaan dat doen. En ja, die keuze is goed geweest. Dus, De bui viel naast de baan? De bui viel naast de baan, niet erop. En dat zag u dus? Ja, kijk, een vast punt pakken, een wolkje kijken. Kijken, waar gaat hij naartoe? Ja, buienradar was er nog niet. En toen moest het op die manier doen. Maar die keuze is goed geweest. In uw beeld even Wil Hartog, u ziet dat. Wil Hartog die heel ernstig is teruggevallen, die grote problemen kende. En die nu gelapt gaat worden door Jack Middelburg, die zijn voorsprong wederom vergroot heeft naar 21 seconden. In de race, toen liep hij nog steeds niet goed. En toen dacht ik, ik rijd net zo lang door dat hij stuk gaat. Want ik verwachtte, nou, hij stopt er op een gegeven moment mee. En dat deed hij niet. Maar ik was ook niet iemand die zomaar de boel aan de kant zette. En ik denk, ik rijd door. En toen werd ik dus in het laatste rondje van de TT door Jack gelapt. En ja, daarin had ik in de gaten van Jack wint hem. En dat maakte mij op dat moment ontzettend blij. Absoluut. En geeft hem 1 volledige ronde achterstand. De hand gaat nu al omhoog. Maar de finishvlag is nog niet gevallen. En dat zijn slordigheden die je je niet kunt permitteren. Ongelooflijk. Nou, daar heb je het weer. Jongen van het volk. Ik heb gewonnen. Wie doet maar wat. Voor dezelfde prijs trekt hij hem even net verkeerd. Dan legt hij op zijn keukensnoot. Heeft hij niks. En daar dacht hij niet bijna. Want hij was gewoon ook een entertainer. En dat deed hij dus echt. Hij was die mensen daar gewoon aan het entertainen. Ja. En dan die laatste ronde, waar hij al een soort gekke dingen ging doen. Met vingertjes van de veting, dat publiek en zwaaien. Ach, ik dacht dat ik 1000 doden stierf voordat hij aan de finish kwam. Komt hij op de laatste bocht aan. De kniebocht, de timmerbocht, hier in Assen. En dit wordt een overwinning voor de man uit Honslersdijk. Jackie Middelburg wint de grote prijs van Nederland. 500 kubieke centimeter hier met een fantastische voorsprong. Een werkelijk geweldige voorsprong op de tweede man die toch niet Franco Uncini is,
toch niet Franco Uncini. Hij liet zich terugdrukken naar een derde plaats. Ja, toen kwam een ontlading. Ja, die was fenomenaal. Dat zullen we altijd in herinnering blijven. Ja, dan komt zo'n man binnen en dan is die weer gewoon die gewone Jack Middelburg. Echt waar. Ik bedoel niks. Geen tranen met tuiten natuurlijk. Even met zijn vader en zijn moeder, wat natuurlijk meer dan logisch is. Ik was toen een jaar of 7 en had de GP van Assen gewonnen. Ik was er niet bij. Ik was bij mijn oma. Ik zat voor de buis. En had gewonnen en iedereen was heel enthousiast dat hij had gewonnen. En dat was voor mij een beetje vreemd, want ja, hij wint wel eens vaker wat, maar dan wel in Nederland natuurlijk. En ik kon toen het verschil niet zo goed maken tussen NK en GP. Maar later dan komt dat natuurlijk wel steeds verder. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is gewoon echt zweet in de handen en na al beide. Prachtige tijd. Het is de show. Jack wordt een bekende Nederlander. En dat levert een bijzondere rol op in het in die tijd populaire programma De Showbiz Quiz. De meisjes moeten erachter zien te komen wie diegene is die hen dus imiteert. Als het niet duidelijk is, dan wordt het straks wel duidelijk. Motorcent. Ik doe heel vaak in Assen mee. Ik scheur door de bochten 500 cc. Ze houden hun hart vast als ik daar rijd. Ben heel wat blotten op mij. We gaan even kijken. Is het meneer Jans of is het meneer Ivonie? Het is, dames en heren, Jack Middelburg. Dat deed hij geweldig. Het was eigenlijk een fantastische acteur. Ja. Dat was voor de mensen natuurlijk een hilarisch moment. En op die manier je zo presenteren, nou, fantastisch. En als je zelf stom bent, hè, dan ben je een van de allerbeste motorcoureurs die bestaat. The flag goes and away. Now, Crosby has got a superb start. Graham Crosby in pole position. Freddie Spencer has got the Honda firing well, and it's Kenny Roberts second, and Barry Sheen third, and Marco Lucinelli in fourth position. Number four is Crosby. Nu nog, kippenvel. Kippenvel. En ik was er gelukkig, ik heb mee mogen maken. En woorden schieten dan tekort. Ik heb daar een gigantisch mooie wedstrijd gehad. Je hebt samengereden met Kenny Roberts, een van de grootste jongens natuurlijk van deze wereldbol. Als je in strijd bent met iemand, een coureur, maakt niet uit wie, dan heb je altijd je mooiste wedstrijd ter rijden op dat moment. Number 2, Marco Lucinelli, 4. Number 3, Randy Mavola is in 5th position. And off goes Graham Crosby. And past him goes Lucinelli. That looks like Barry Sheen off as well. But was it? That's Crosby. He's getting down behind the barrel, behind the hay bale. Ik heb ze bij alles gekiezen gehad, maar Silverstone vond ik persoonlijk het allermoeilijkste circuit. Maar dat was dus ook een autoracecircuit. Het was een oud vliegveld. En als je daar die bocht aansneed, die bocht waren heel breed en vlak. En dan moest je zo vredelijk hard ingaan. En dan op een gegeven moment denk je, dan ga ik gewoon te hard in. En dan was je bij het uitlopen van die bocht en dan had je weer 1,5-2 meter over. Ik dacht, verdorie, dan doe je de volgende bocht, dan kun je nog harder. Roberts, number 1. Bemmela, number 3. Ballington, number 9. We must also look out for number 11 there, which is just coming into the picture. This is Jack Middelburg, who is in fact a private owner and has been doing a wonderful job qualifying, as you know, third on the grid here. Jack Middelburg in 7th position in the World Championship. There he is in the background, number 11. And he's a multi-Dutch champion, many times being Dutch champion. 7th in the laatste bocht, de beroemde Kenny Roberts voorbijging. Binnen doorzak. Onmogelijk, maar het kwam. Ja, dat was schandeus. Ja, dat kon gewoon niet wat hij deed. Maar hij deed het. Hij overschreed dan alle wetten. Maar omdat hij al die wetten overschreed, hij beheerste dat ding natuurlijk wel tot in het. Maar dan mocht er maar een heel klein dingetje misgaan. Al is het mijn part maar een kiezelsteentje. En het was gedaan met Jaapie. Maar ja, die keer bleef hij zitten en was voor ons gewoon een. He's a long way ahead of Marc Fontaine, but now Middelburg leads for the first time in this race on lap 28, which is the last lap. This doughty Dutchman
29-year-old Jack Littlejohn. Ja, hij had een hekel aan Roberts, want Kenny Roberts was een beetje een arrogante Amerikaan. Die alles beter wist. En Jack moest van dat verwaandheid moest hij al helemaal niks hebben. Dus ja, ik denk dat dat gevoel bij hem. Alleen de uitbarsting hier op het circuit was natuurlijk massaal, want hier zaten 120.000 mensen. Dat zijn echt zijn hoogtepunten geweest. If he just keeps going, he's, unless something happens with these tail enders in front of him, and he's going past Franco Uncini, number 12, and Middleburg goes into Woodcote Corner, and Roberts is closing right up on him. He's just like 1979, and there's only going to be about two machine lengths in it. But a wonderful victory for Jack Middleburg, who has won the second. Het kon eigenlijk sowieso niet. Zeg maar, het winnen kon eigenlijk toch niet, want iedereen zat te wachten totdat hij eraf ging. Alleen dan ging hij nou niet af. Ja, ja, dus ja. Dus, maar zo win je ze wel. Het favoriete circuit van de wereldkampioen, van Kenny Roberts op dat moment, was Silverstone. Snelle, brede bochten. Het stratencircuit, zoals Assen eigenlijk een beetje genoemd werd in die tijd, dat lag Kenny Roberts niet helemaal. En de brede, snelle bochten die ze in Silverstone hadden, dat was eigenlijk de specialiteit van Kenny. En daardoor is het des te meer uniek en een zeer grootse prestatie dat hij op dat moment, en dan de manier waarop, hè, het laatste rondje ingaande, die eerste bocht naar start en finish, hoe die hem eruit remde, ja, dat vond ik geweldig. En dan hem ook nog voorblijven, nou, dat was gewoon fantastisch dat hij dan in Silverstone daar zo Kenny Roberts versloeg. Hij wilde altijd al graag de grote Roberts verslaan in een rechtstreeks duel. En ook in een eerlijk duel, want zo was hij dan natuurlijk ook. Ja, hoe moet je dat zeggen? Als het regent en hij heeft regenbanden en Kenny Roberts niet, dan is het voor hem niet een eerlijk duel. Hij heeft hem wel gewonnen. Maar... En in Silverstone kreeg hij dat wel. Hij kreeg echt een eerlijk duel. Iedereen die was op een gegeven moment afgevallen of onderuit gegaan. En hij en Kenny Roberts bleven over. Ja, dat was een echt duel tussen hem en Kenny Roberts. En die won die. Ja, dus ja, dat was natuurlijk wel het mooiste. Het hoogtepunt uit zijn carrière, denk ik wel. Jack krijgt een eigen fanclub. Wiebe Zijlstra is daar lid van. Zijn zoontje heet dan ook Jack, vernoemd naar de coureur. Je hebt altijd meer favorieten door de jaren heen. Bijvoorbeeld een Doohan of een Kevin Swans, qua rijstijl veel op die van Jack lijkend. Maar op een gegeven moment, als ze nou stoppen, dan is het ook nou, zo goed als over. Maar Jack blijft toch bij de meeste Nederlanders... in herinnering. Jack ging altijd voor 200% en Jack had altijd tijd voor de mensen. Hij was altijd onder het publiek. Hij ging niet als eerste weg van een rennerskwartier. Jack hoorde bij het volk en hij was een volksjongen. En zo leefde die en zo uitte die zich. Ja, die wordt niet vergeten. Robert, het regent nu echt verschrikkelijk hard. U ziet dat. En, ik heb het al eerder gezegd, dan zijn slicks op asfalt als gewone schoenen op ijs. 1982 is wellicht de meest opmerkelijke TT aller tijden. De race wordt door het slechte weer afgevlacht. Even later komt er, als het droog is, een herstart. Middelburg ligt voor en in feite hoeft hij hem alleen maar uit te rijden om voor de tweede keer Assen te winnen. Met zijn vingers in zijn neus. Wat doet de man? Die gaat er in de tweede maals, gaat hij er gewoon naast leggen. Voor niks. En waarom? Zien wij voor hem. Dat gaat me niet gebeuren. Die moet ik hebben. Dus die vent helemaal een beetje van de pot gevallen. Die gaat mij niet in de leslezen passen. Dit is mijn circuit. En leggen. En als die gewoon naar binnen was gereden, had de man gewoon echt historie gemaakt door twee krassen te winnen. En maar dat boeide hem niet. Middelburg krijgt het vuur na aan de schenen van Barry Sheen. Tweevoudig wereldkampioen. De sympathieke Engelsman. Bijna een instituut in de 500cc racerij. Altijd maar weer met nummer 7 terwijl Middelburg eraf gaat. Middelburg gaat onderuit. Hij heeft te veel geëist. Hij werd eerste, of hij ging eraf. En hij ging er soms wel eens drie keer af voordat hij eerste werd. Maar hij was gewoon van mening dat ja, je kan beter dit hebben dan dat je vier keer vijfde wordt. Want dan heeft niemand je gezien. Dan gaat iedereen naar huis en wow. Jack Middelburg, oh ja, die reed daar ergens rond. Maar nu was het, Jack Middelburg, zo, die ging hard, drie, vier ronden. Ja, toen ging hij eraf. Ja, jammer, maar ja, jezus. Nou, daar hebben ze het allemaal over. Op het stratencircuit van Heeswijk viert Jack zijn laatste overwinning. In 1979 crasht Middelburg ook al zwaar in Tolbert.
Maar al die crashes en bordbreuken deren de Westlander niet. Hard rijden mag best. En stoer zijn mag ook. Maar als je valt, is het je eigen schuld. Dan mag je niet kermen of mouwen. En dan moet je het gewoon mezelf oplossen. Dan willen ze niks horen van je, zeg maar. Dus, ja, en dat hoort er dan bij. Dat maakt je ook wel weer hard. En dat maakt ook dat je op een gegeven moment niet geeft. Dat je er niet om geeft als je eigenlijk helemaal te pletten valt. Dat je een soort van, ondanks de pijn, lachend toch weer opstaat en zegt: ja, het viel even tegen. Nou, en dan ga je weer verder. Ik was daar ook, want we gingen wel vaker naar Tolbe toe, voor ons mooi dichtbij. En wat ik al eerder zei, ik ben daar toen nog een paar keer bij hem geweest. Kijken hoe alles was klaargemaakt door de monteurs. Jack zette zelf nog spontaan een handtekening bij mij op het boekje. En nou, 's middags kies je plekken langs de baan en dan is het na twee ronden of na één ronde is het over. Die heb je gekregen in Tolbert? Ja, daar, dit is een stukje van een programmaboekje. Daar heeft hij de handtekening op gezet. En dat was eigenlijk vlak voor de wedstrijd nog. Dus ik denk dat dit de laatste handtekening van hem is. Hans Valstar heeft de avond daarvoor nog telefonisch contact. Dan gebruik je wel je verstand. Ik zeg, want het is nog steeds zo koud, hè? Ik zeg, het is nog niet echt warmer geworden. Hij zegt, ja, maar je denkt toch zeker niet dat ik... Hij zegt, man, ga weg. Hij zegt, voor zo'n boerenkoolwedstrijd. Hij zegt, natuurlijk niet. Maar ja, voor mij geen voorgevoel, hoor. Helemaal niks. Want ik heb alleen maar naar de radio zitten luisteren hoe die wedstrijden verliepen. En ik hoorde dat Middelburg hard gevallen was op de radio. En ik denk, nog geen half uur later had ik een telefoontje van Jan Wijs. Van, nou, het ziet er niet goed uit. Het ziet er, anders gezegd, best wel heftig uit. Want hij is echt hard gevallen. En ze hebben hem geraakt toen hij op de grond lag. En ik kan me nog herinneren, het renskwartier was daar ook achter. En toen stond de motor nog aan de startplaats. En toen kwam Jack, die kwam met de helm op het renskwartier uit. Toen heb ik nog zo tegen gedaan. Kijk uit. Want het was namelijk een half uur voor de start van de 500. Had het enorm geregend en had je hagelbuien en toestanden. Zo. Het was gewoon shit weer ook. Maar dat zag hij helemaal niet. Maar dan was hij al zo bezig, zo bezig, zo bezig. Nou ja, toen zijn ze, ik weet niet precies, de tweede of derde ronde, ik weet niet precies waar het ongeluk gebeurd is. Maar er waren een mannetje 5, 6, 7 baden bij de trap. Ja, hij leeft al. Oh, eens kijken. Hij is Jezus. Stil blijven staan, 5 en 43. Dus ik zie die 500cc race vanaf de tribunes daar bij die Haakse bocht, zie ik voor mijn neus. En zie ik dat ongeluk gebeuren. Ja, als je dat ziet, die ravage die toen plaatsvond. Ik ben rationeel denkend, ik ben van de tribune afgerend. Het eerste wat ik tegenkwam, dat was beneden bij de tribunes op de weg, stond een zieke auto. Er stond niemand bij, er zat niemand in. Ik stap erin, de sleuteltjes stonden er nog in en ik rijd zelf de zieke auto naar plek des onheils. Want ik had direct in de gaten van, jongens, daar is een zieke auto voor nodig. Ja. En ik stap uit en ik, ja, heel bijzonder is dan dat je direct naar Jack toe loopt op dat moment. En ja, dan zie je dat en dan kreeg ik dus het hele bange vermoeden dat het heel ernstig was. Ik was bij mijn oma en wij werden gebeld op dinsdag dat de stekker eruit getrokken was, om het zo maar te zeggen. Nadat hij 2 dagen in coma had gelegen. Toen ging ik naar bekenden toe bij mijn oma weg, om gewoon even het huis uit te gaan. En daar ging ik dat mijn verhaal dan vertellen. En er was een buurvrouw bij die zei, ja, maar ja, wat verwacht je dan? Je wist toch dat hij een keer zou doodgaan? En dan had ik het net 20 minuten geleden gehoord dat hij dood was. Het is een droom geweest, niet zomaar een klap geweest, het is een droom geweest voor heel Nederland dat je op zo'n manier een coureur verliest. Jaren later wordt Jack Middelburg in Assen geëerd. De motorontmoetingsplaats bij de TT-baan wordt omgedoopt tot het Jack Middelburgplein. Ja, later met het plein van Assen. En hij werd Westlander van de Eeuw benoemd. En ja, dat waren toch wel dingen dat ik denk, jeetje, goh, het is wel blijven hangen. Ja. Ja, dat plein was je bij. Ja. Het was een mooi moment. Ja, zeker weten. Ik denk dat hij daar heel trots op geweest zou zijn zelf. Dat hij nooit verwacht. Denk ik. Hij was zelf een beetje losbandige jongen en een beetje zo, maar voor de rest had hij nooit bij nagedacht dat hij ooit misschien wel een plein zou krijgen of zoiets. Dat hij dus gewoon nog waardeerde wat Middelburg betekend heeft in de motorsport. En niet alleen Middelburg, maar ook de mensen die hem
echt nabij stonden. Dus een Adrie van den Broeke en een Hans Valstar. En zo zullen er nog meerdere geweest zijn. En dat, ja, dat doet je goed. Dat je dus ook na zoveel jaren, dat het nog niet in het vergeetboek gegaan is. Dat het boek is eigenlijk nooit echt dicht gegaan. Omdat ja, de beelden zijn levend. De beelden zijn er nog steeds. Mijn moeder die was zeg 27 toen mijn vader verongelukte. En zij is nu eigenlijk nog steeds mevrouw Middelburg. Nou, zij wil misschien ook wel eens hertrouwen en dat soort dingen. Dus, ja, dat is voor haar wel ja, dat is voor haar een beetje moeilijk, denk ik. Ja, dat is nooit gebeurd. Nee. Nee. Maar ja, niemand was ook zo, zoals hij, ja, zo losbandig, zo avonturen. En, ja. En als je alles bij elkaar optelt, dan ook Jack heel belangrijk is geweest voor de Nederlandse motorsport. Jazeker, jazeker. Er was natuurlijk met zijn manier van rijden en presenteren en het gevecht wat hij overal waar dan ook aanging. Ja, dat was een sensatie om te zien zoals Jack reed. En dan ook nog eens een keer 2 Grand Prix winnen en dan niet de minste, Assen en Silverstone. Verschillende Nederlandse kampioenschappen. Dus ja, er is enorm veel op sportief gebied gepresteerd. Ja, Hans Vrassel zei tenslotte, Hans Vrassel zei, in het Westland missen ze hem nog. Ik wil hem wel breder trekken hoor. We missen hem allemaal nog een beetje in Nederland. Het is niet alleen het Westland, het is echt in heel Nederland zo. Ja, dat deze legendarische coureur niet meer bij ons is. En start! Op de tweede man die toch niet. Dat was Jumping Jack Middelburg. Het is inmiddels 33 jaar geleden dat hij is overleden. Morgen zijn we er met een vers TT-journaal met actuele reportages. En dan schuift aan teammanager Jarno Jansen van het Roelof Waningen Racing Team uit Dwingelo. Zij hebben dit seizoen de Spanjaard Axel Pons onder contract. En ook hem spreken we nog. En natuurlijk ook aandacht voor onze enige Drent op de TT, Wally Zoppen uit Coevorden. Hij rijdt komend weekend 2 wedstrijden in de Red Bull Rookies Cup. En als u er nou zondag ook bij wil zijn op de TT, dan moet u nu even opletten voor de quiz. Ik wens u alvast een hele fijne avond en heel graag tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. De prijsvraag gaat deze week over de geschiedenis van de TT. Gisteren vroeg u wanneer de TT voor het eerst werd verreden. Het goede antwoord was antwoord A, 1925. Onder het beeld ziet u of u kaart heeft gewonnen voor de TT van zondag. Een jaar later, in 1926, verhuisde de TT naar Assen. En het leuke is dat terwijl er ontzettend veel aan dit circuit is veranderd in de loop der jaren, die start- en finishlijn zich nog steeds bevindt op exacte locatie waar dat in 1926, dus heel veel jaren geleden, ook al het geval was. En dat zal ook wel nooit veranderen. Maar hoe lang was het nieuwe TT-circuit? Was dat A, 9 kilometer? B, 16 kilometer of C, 21 kilometer. Stuur uw antwoord naar prijsvraagtt@rtvdrenthe.nl. En wie weet bent u zondag aanwezig bij de 87ste Dutch TT. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Technico.